landskampioen sinds 2006. Hier is LJ, Vlaamsjan Anja! Er staat veel op het spel. Ik wil Nederlands kampioen zijn. Dit is mijn titel. Ik vind dat die aan mij toebehoort. Als coach vind ik dat als je een sport kan onderverdelen in vier aspecten. Fysiek, techniek, tactiek en mentaal. Dan heb je met scores heb je op alle vier aspecten moet je heel bekwaam zijn om goed te zijn. Ik was Nederlands kampioen onder 19 toen ik 17 was. En ja, ik denk dat je heel snel leuk vindt waar je goed in bent. Ik was een heel braaf mannetje. Gewoon wollen truitjes aan. Nou, ik heb het echt eigenlijk met de paplepel ingegoten gekregen. Toen mijn vader was 12 keer Nederlands kampioen en toen ik 5 jaar was, heeft hij me eigenlijk meegenomen naar de squashbaan voor het eerst. En dat begon natuurlijk heel erg spelenderwijs. Toen ik 18 was, vroegen mijn ouders aan me van Lau, wat wil je worden? Zei, ja, ik wil professional squasher worden. Als jij squasher wil worden, gaan we je ook naar de beste coach ter wereld sturen. Wie is de nummer 1 van de wereld? Nou, dat wist ik. Ik was helemaal fan van Pieter Nikkel, een schot die op dat moment nummer 1 van de wereld stond. Ik had de posters boven mijn bed van die vent. En wie is zijn coach? Nou, dat is Neil Harvey. En toen de week daarna zat ik bij de beste coach ter wereld in een klein dorpje in Engeland. Maar ja, voor mij was het al een droom dat ik in hetzelfde clubgebouw was als die Nikkel. Ja, gewoon de Roger Federer van het squash. In januari 2005 speelde ik daar een heel groot toernooi. Ik kwam uit tegen mijn idool, Pieter Nikkel. Met wie ik dus net eigenlijk jarenlang had getraind. Maar ja, van wie ik nog steeds wel fan was natuurlijk. Ik keek heel erg op tegen die jongen. En ik kan me herinneren dat ik nog dacht, oké, mijn enige doel is om in deze wedstrijd gewoon niet voor lul te staan. Voor al die mensen die hier zitten te kijken. En ik weet niet, maar als gevolg daarvan, van dat gevoel, raakte ik in een soort flow. In wat sporters noemen de zone. En 40 minuten later stond ik weer buiten en ik had 3-0 gewonnen van hem. From drowning in the sea, beat me up on the beach. What a lovely holiday, there's nothing funny left to say. Goedemorgen! Ik ga zo eieren bakken voor jullie allemaal. En dan ga ik om kwart over 2 naar de club. Ga ik om 2:30 een balletje slaan met mijn coach. En dan ga ik even douchen. En 4:15 is het zover. There's a time for laughing and there's a time for not laughing. And this is not one of them. 4:30. Hoe lang heb je nog? Every mistake I've ever made has been rehashed and then replayed. Bam, 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 bam. Deze gaat ook mee vandaag. Echt? Hoort je altijd mee? Hoort me altijd mee. Dus het is, weet je, dan test ik eerst, mijn rechtjes even zo. Over 5 uurtjes spelen. Dus ik wil nu even alleen zijn. Dus nu moeten jullie opzouten. Doei. Ik ben zo verloren. Waar ben ik nu gestrand? Ik voel me hier niet thuis, maar dat voel ik me in geen enkel land. Het
gekke van dit alle. Ik voel me alleen nog thuis. Met stoelen, vleugels en ramen in een grote lange buis. In mijn vliegmachine reis ik de hele wereld rond. Vliegmachine. Samen hebben we zo gezien een vliegmachine. Ik ben ook de beste, alleen ja, ik moet het wel kunnen laten zien. Je moet natuurlijk echt wel winnen als je ingeplaatst bent. Ik heb meer te verliezen dan te winnen. Woordje gaan winnen. Ik wil Nederlands kampioen zijn. Lau gaat zeker winnen. Dit is mijn titel. Ik vind dat hij aan mij toebehoort. Zijn we al je maar. Mijn vader zei altijd tegen mij: if things look good, they're not so good. If things look bad, they're not so bad. Een biertje vroeger hier. Dit is de nummer 13 van de wereld. Sinds 2006, hier is LJ, Vlaams. Op het moment dat die deur dicht gaat, niks maakt meer uit. Het is alleen ik en de baan. Ik en de bal die uit moet voeren wat ik in mijn hoofd heb. En ik zou zo graag ergens anders willen zijn, zoals in een vliegmachine. Je reist de hele wereld rond, vliegmachine. Samen hebben we zo gezien, vliegmachine. Je bent mijn allerbeste. Hoe kan ik je bedanken? Wat kan ik jou geven? Ik speel vaak gitaar op toernooien, want als ik een toernooi speel, als ik een wedstrijd s'avonds speel om 8 uur of 9 uur, dan betekent dat ik overdag eigenlijk niets kan doen. Ik probeer mijn energie te besparen, maar een van de dingen die ik wel heel makkelijk kan doen is gewoon op mijn bed zitten en gitaar spelen. Dus ja, dan begin ik zo wat nummertjes te schrijven en gewoon voor de pure lol. Dit nummer had ik zelf geschreven na de zoveelste vlucht. Zoals de eenzame toernooi. Wat ik doe is eigenlijk uniek in de zin van dat ik heel moeilijk met andere mensen erover kan praten of met leeftijdsgenoten. Want ja, wie reist er nou eens eentje de hele wereld rond om een zwarte bal tegen een witte muur te slaan?